Naast zijn goede vriend Eloy Room liep hij opeens op de hoofdtribune op Papendal om naar de wedstrijd Jong Vitesse tegen Jong FC Twente te gaan kijken. Voormalig Vitesse-naar Kevin Dix was even terug in Nederland en besloot zijn oude clubpie direct een bezoekje te brengen. De sympathieke verdediger voetbalt sinds deze zomer bij Fiorentina in de Serie A. En zijn eerste week in Italië bevallen prima. Ja, de eerste paar weken waren vooral trainingskamp. Ik ben twee keer op trainingskamp geweest. Eén keer in Moena en één keer in Oostenrijk. Maar dat was wel even, ja, ik moet even wennen aan de speelstijl, aan de trainingstijl, aan een nieuwe trainer, nieuwe omgeving, nieuwe taal. Dus even wennen. Ja, die taal, hoe gaat dat? Niet iedereen spreekt misschien Engels daar? Nou ja, de trainers spreken goed Engels. Dus ze bespreken allemaal wel in het Engels, in het Italiaans. Maar als ik nu hulp nodig heb, dan doen ze het Engels voor mij. Ja. Heb je al Italiaanse les? Nee, eind van de maand. Eind van de maand. Topper! Eind van de maand krijg ik, deze maand krijg ik les. Dus wacht ik even op. Het was een weerzien van bekende op Papendal voor Kevin Dix. Hij had natuurlijk ook veel te vertellen, want in de korte tijd dat Dix in Florence woont, heeft hij genoeg indruk opgedaan. Zo is de rechtsback onder de indruk van de prachtige hoofdstad van Toscane en is hij onder de indruk van het niveau van zijn nieuwe ploeg. Zijn ploeggenoten kent hij inmiddels allemaal wel. Zarate, Giuseppe Rossi, Bernardeschi, Astori, De Rodriguez, Vecino. Ja, ik kan ze allemaal opnoemen. Ik ken ze nu allemaal. Dus ja, ja. Ik ken ook de kwaliteiten allemaal van de spelers. Dus ja, een hele goede ploeg. Spelen 3-5-2 vooral. Of 3-4-2-1, hoe je het wil noemen. Maar ja, 3-5-2 vooral. En ja, hele aanvallende team. We spelen heel aanvallend, zoals bij Vitesse ook doen. Alleen dan op andere manier. Ja. Je zei al, ik ken ze nu allemaal. Kennen ze inmiddels Kevin Dix zoals wij hem kennen? Ja, ze kennen mijn kwaliteiten en daar hameren ze ook op de training op wat ik goed kan en wat zij goed kunnen. Dus daar leer ik alleen maar van. Ja, afgelopen weekend speelden jullie tegen Juventus. Gelijk een topper denk ik in de Serie A. Hoe was dat om daarbij te zijn? Ja, ik zat op de bank helaas. Maar dat is alleen maar goed voor mij. Alleen dat ik nu al op de bank mag zitten is alleen maar mooi. De trainer die kent mij nu steeds beter en beter. Dus alleen maar wachten tot ik mijn kans krijg en dat laat ik mij zien. Ik heb mij in de voorbereiding gewoon zoveel mogelijk proberen laten zien tegen Schalke, Valencia, bij Leverkusen, dat soort teams. En dat is alleen maar beter voor mij. En, in het Juventus stadion was echt geweldig. Zie je toch echt de grote spelers. En mijn voorbeeld, Daniel Ves, heb ik toch even ontmoet. Uiteindelijk naar de wedstrijd. En heb ik even hem ontmoet in de kleedkamer van Juventus. Heb ik nog even met hem gepraat en heb ik zijn shirtje gekregen. Dus daar was ik wel blij mee. Wat zei je, ik ben al jaren een fan van je? Ja, ik zei tegen hem, ik ben dit jaar pas gekomen bij Fiorentina. En ik ben al zo lang fan van jou. Ik wil het even vertellen of ik misschien jouw shirtje mogen hebben. En hij zei, ja tuurlijk man, dat vind ik echt geweldig dat je tegen mij dat durft te zeggen. Dat hij bij zijn bliksembezoekje aan Nederland gelijk naar Papendal rijdt, zegt wel wat over het clubgevoel van Dix. Vitesse is zijn club en daarom vindt het hem best zwaar om deze zomer te vertrekken. Wel kreeg hij veel mooie berichtjes van supporters. Ja, ik heb filmpjes teruggezien van fans die mij dat opgestuurd hebben, berichtjes. Daar was ik heel dankbaar voor en ik heb ook een traantje weg moeten pinken en hier laten en een traantje moeten laten voor wat ik hier heb achtergelaten. En ik kom hier uit de jeugd, ik heb hier 2 jaar in het eerste gespeeld en het was voor mij ook wel even moeilijk om die stap uiteindelijk te maken en het deed voor mij ook wel even pijn. Ja, het ging even snel. Ik wist nog helemaal niks van de interesse tot 2 weken voor de tijd dat ik echt wegging. Toen werd het echt serieus en dat is wel goed voor mijn zaak, wanneer je dat pas dat doet als het echt serieus wordt. En, ja, ik zei tegen de Fiorentina, als jullie eruit komen met Vitesse, dan praten wij pas. En dat was gebeurd en mij ging het heel snel, dus een mooie stap voor mij. Is dat niet duidelijk? Wel duidelijk.